De tweede dag van wintertrainingskamp Tilburg Trappers 2012 is aangebroken. We spreken met Jamie, een vrouwelijke deelnemster die hoge ambities heeft in ijshockey. En we spreken met Nisse Nielsen, oud-coach van Tilburg Trappers en voor het derde jaar gasttrainer tijdens het wintertrainingskamp. Het wintertrainingskamp bestaat uit ijstraining, maar ook uit droogtraining. We zien jou nou basketballen. Waarom is dit belangrijk onderdeel van ijshockeytraining? Ja, dat is gewoon om een beetje te vermaken en zo, denk ik. Niet ook voor een beetje conditie en dergelijke? Ja, dat ook hoor, dat ook. Want droogtraining hoort bij ijshockeytraining. Zo noem je dit toch, droogtraining? Ja, dit is droogtraining. En dan moet je wel iets doen, een sport of zo, of iets anders. Dus dan zijn we hier wezen basketballen en gisteren volleybal. Do you know some youth players from that time that are very successful now? Youth player? No, Rody was, he's not a young player anymore, but I have him at the team and he was a very good captain for many years. And but do you recognize any talent from those years that you say, well, yeah. I see them now playing with more success, of success? Yeah, I see Peter van Wiesen, he was a young player, a talent player. During this camp, do you recognize any very big talents already? Yeah, I've seen a couple of good guys here, but I can't the name. I think one of them is Jordi, but I'm not sure. Is it you will tip Rody Jacobs about them, yeah, or not? Yeah, they know the limit, but I'm going to tip those guys a few things also, what they need to think about to be a better ice hockey player in the future. Hoe kwam jij erbij om ice hockey als sport te kiezen? Mijn moeder bracht mij altijd naar de schaatsklas en daar zag ik mensen ice hockey en dat vond ik super leuk om te zien. En toen ging ik op ice hockey. Het is niet logisch voor een meisje om dat te kiezen. Nee, dat klopt. Maar je hebt wel minder concurrentie, want er doen niet veel meisjes ijshockey. Ja, dat is waar. En wil je daar straks ook echt je geld mee gaan verdienen of is het gewoon voor de leukigheid? Nee, ik wil er wel echt professioneel in worden. Ja. Speel jij ijshockey en wil je volgend jaar ook meedoen? Kijk dan op trappersjeugd.nl voor meer informatie. We're gonna win. Don't wanna be a loser, gonna win.